Brussel staat bekend om chocolade, wafels, maar ook om straatmuzikanten. Op verschillende plaatsen doorheen de stad mogen straatmuzikanten elke dag het beste van zichzelf geven. We spraken met saxofonisten Ilya en Dimitri. My name is Ilya Bondarev. I'm 32 years. We play together with my friend. His name is Dimitri. Name is Boston Band. Ilya en Dimitri zijn al enkele jaren straatmuzikanten in België, maar komen uit Oekraïne. Hun hele leven draaien ze eigenlijk rond muziek. Naast op straat muziek te maken, spelen ze ook af en toe op festivals. Sometimes somebody invites us to play in festivals, but usually it's not a lot. It's like we used to play in Ghent and used to play in Namur. So it's like festival of street musician or festival of just live music. Ilya verblijft hier zo goed als permanent, maar zijn vriend Dimitri slechts tijdelijk. In Ukraine I don't play on the street in winter because it's so cold. And now I came to my friend, he invited me and I said, okay, come. Of Ilya voorgoed in België zal blijven? Waarschijnlijk niet. I don't like winter, I don't like cold. For me it's better all year summer time.